De samenwerkende vakbonden en veiligheidsbonden hebben gisteren een principeovereenkomst ondertekend met de regering met betrekking tot loonsverhoging voor ambtenaren en de daaraan gelijkgestelden. Bij de onderhandelingen op het kabinet is een gefaseerde verhoging van 20% overeengekomen. Het betreft een verhoging van 15% per 1 juli 2024 op de huidige bezoldiging en daarbovenop 5% verhoging per 1 januari 2025. De koopkrachtversterking van 3500 SAD wordt na de procentuele verhoging in het salaris opgenomen. De overeengekomen verhoging wordt gefaseerd vanaf oktober uitbetaald. Er zijn ook specifieke voorzieningen ten behoeve van de diensten overeengekomen en ondertekend in een apart document. De Surinaamse Politiebond, de Bond Personeel Brandweer Suriname, de Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname en de Bond Personeel Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname hebben zich hiervoor sterk gemaakt.